Welkom allemaal. Jullie kijken en luisteren naar het VWO aardrijkskunde onderwerp leefomgeving. En dit is hoofdstuk 12 als we het hebben over de methode wereldwijs. Centraal examenstof, dus mocht je een andere methode gebruiken, ik noem buitenland of de GEO, doorloop dan deze podcast vanaf paragraaf 2 tot en met 6. En je hebt in ongeveer dezelfde vorm, heb je hetzelfde geleerd. Misschien is de vraagstelling of de indeling net even iets anders, maar uiteindelijk is het allemaal centraal examenstof. Laatste paragraaf binnen dit hoofdstuk. Ook laatste paragraaf wat betreft de podcast. Hoofdstuk 12. Hierna komt geen hoofdstuk meer. Leefbaarheid van stadswijken in Nederland. De leervragen zijn: wat wordt er onder leefbaarheid van een stad verstaan? Hoe probeert men in steden eigenlijk probleemwijken aandacht te geven? Wordt gekeken naar sociale veiligheid, cohesie en netwerken. Wat is daar belangrijk aan? En welke verschillende wijken kent de stad en welke bewoners horen daarbij? Er zijn wel meer leerdoelen, maar dit zijn een aantal die belangrijk zijn. Want wat maakt eigenlijk een stad leefbaar? Daar kijken we eerst naar. We hebben het over de fysieke leefbaarheid, waarbij je bijvoorbeeld buurt- en wijkvoorzieningen hebt. Er zijn ouderdom, is het nieuwbouw, is het onderhouden, wat voor woningtypen, zijn het galerijflats, zijn het alleenstaande huizen, twee onder één kap. Dat bepaalt allemaal de fysieke omgeving. Dan heb je nog de sociale leefbaarheid, waarbij bewoners al dan niet betrokken zijn met elkaar. En dat komt door, hebben ze hetzelfde inkomen, hoe groot zijn de huishoudens, veel kinderen, weinig kinderen, net getrouwd. Heel oud juist of juist heel jong, verschillende etnische achtergronden, dat maakt een wijk op sociaal front leefbaar of wat minder. Dan heb je tot slot nog sociale veiligheid of onveiligheid, het is maar net hoe je het wil noemen. Dat is de mate waarin mensen zich veilig voelen in de wijk en dit is objectief en ook subjectief, maar daar komen we straks op terug. Van hoeveelheid criminaliteit, is er overzicht, zijn er verkeersproblemen enzovoorts. Leefbaarheid is dus moeilijk te bepalen. Want als je vraagt aan iemand, is jouw wijk leefbaar? Dan richt het zich vaak op één of twee punten of incidenten. En het wordt ook objectief en subjectief wordt het benaderd. Want als ik jou deze foto laat zien, dan hebben we het dan over een veilige wijk. En bij iedereen die nu aan het luisteren en kijken is, gaan er andere belletjes rinkelen. De een denkt, ik zie een donkere mevrouw, etnische minderheid, slechte wijk. Ik zie ook een te koop bord. Dan kun je denken, hey, het huis staat te koop, dus in ieder geval mensen die voldoende inkomen hebben om een huis te kopen. Dan ben je tenminste niet werkloos. Maar het kan ook zijn dat de wijk in achteruitgang is en dat daardoor iedereen zijn huis te koop zit. Deze meneer, de agent, kan getrouwd zijn met die vrouw en zegt van, ik ga nu naar werk, zie je vanavond. Maar hij kan er ook voor een andere reden zijn. Kortom, objectief, subjectief, door elkaar heen. Hier weer een voorbeeld. Iemand heeft er een bende van gemaakt. Dit kan ook bijvoorbeeld de bedoeling zijn dat de rova die 's ochtends ging ophalen, maar dat er een storm geweest is en dat er de hele wijk onder de rotzooi zit. Maar het kan ook dat dit een structureel iets is. Je weet het niet altijd zeker en zelfs als je in een wijk woont, is er altijd basis van subjectiviteit. Terugkomend naar de leefbaarheid. Maakt niet uit hoe je het bekijkt, fysieke leefbaarheid met objectieve kenmerken, zoals hoe de woning eruit ziet, en subjectieve kenmerken, hoe tevreden zijn ze over hun huis, dan heb je bij sociale leefbaarheid ook hetzelfde. Je kunt dat objectief bekijken. Van hoe oud is men, wat is de achtergrond, dat kun je gewoon achterhalen, dat zijn feiten. Maar ook van hoe goed vind je eigenlijk dat je je buurman kent en dat je met die buurman omgaat. Leen je af en toe een schep of een boor om klusjes te doen of spendeer je desnoods geld bij de gamma uit in plaats van dat even naar die buren toe gaat om aan te bellen. Maar ook als het gaat om veiligheid, wat ik net al zei, objectief, subjectief. Je ziet vanuit drie dimensies, objectief, subjectief, iets bekijken. Dat betekent dat voor iedereen in die wijk de leefbaarheid anders is. Maar er is altijd wel een tendens. En er is altijd wel een soort van gemiddelde. En daar moet je wel rekening mee houden.
Als we gaan kijken naar objectieve en subjectieve punten, dan kan er een buurtprofiel gemaakt worden. En aan de hand van een buurtprofiel moet je heel wat informatie kunnen herleiden. De bouwperiode bijvoorbeeld. Je ziet dat dit een wijk is en dan hoef je niet eens buurtprofiel van de Beemster, Purmerhoek, maar dat kun je gewoon weghalen, dat je niet weet waar het is. Kun je herleiden van, hé, dit is een naoorlogse wijk. Waarbij eind jaren 70 men klaar was met bouwen. Heel vaak zie je dus door Nederland dezelfde soort wijken in die periode gebouwd. Flats met lift, woningcorporaties, de eigenaar. Kortom, je ziet al heel snel de Bijlmer of Holtebroek of Vinkhuis in Groningen. Dus dat soort wijken zie je ontstaan bij dit profiel. Ook dat een groot gedeelte een oudergezin is, dat er relatief wel wat verhuizingen zijn en dat een groot percentage etnische minderheden aanwezig zijn. Het oordeel van de bewoners is ook niet altijd positief, dus hiervan uitgaande kun je zeggen dat dit buurtprofiel waarschijnlijk van een jaren 70 wijk is, veel flats, veel culturele verschillen, werkloosheid hier en daar en dus dat de leefbaarheid niet al te best is. Althans, het kan best een boost krijgen in zijn algemene zin. En dat moet je voor elke wijk aan de hand van de buurtprofiel wel kunnen bedenken. Als we het hebben dan over probleemwijken, dan heeft eerst de minister bedacht, we gaan kijken welke wijken het slecht doen en dat noemen we de achterstandswijken. Het waren eerst de Vogelaar van de minister wijken en dat is veranderd tot achterstandswijken. Die zijn verspreid door heel Nederland, maar het grootste gedeelte komt in de Randstad voor, waarbij extra geld vrijkomt voor woningen. Maar niet alleen dat, want een huisje opknappen maakt het nog geen betere wijk. Maar men probeert mensen een perspectief te bieden en men probeert mensen te stimuleren om actief aan de samenleving mee te doen. Waardoor dus uiteindelijk een soort van integratie ontstaat en waardoor er een sterke sociale cohesie, een samen zijn ontstaan, waardoor die wijk een boost krijgt en positief in de lift gaat. Dit zijn dan de probleemwijken. Het wil niet zeggen dat als jij ergens anders woont in Drenthe, dat je niet in een probleemwijk kan wonen. Maar er zijn er gewoon 40 gekozen, vaak in dus de middelgrote tot grote steden. En het wil ook niet zeggen dat omdat Rotterdam de meeste probleemwijken heeft, dat dat de slechtste stad is om in te wonen. Er zijn meerdere criteria waarnaar je moet kijken. Maar ze hebben allemaal wel overeenkomstige punten. Als student zijnde wonen heel veel studenten ook in de wat eigenlijk door de minister is betiteld als probleemwijk. En die hebben dat nooit ervaren als probleemwijk. Ook een aantal bewoners die er zitten ervaren het niet als een probleemwijk. Een aantal wel, maar goed. Eenmaal gekozen betekent er komt geld vrij om dat aan te pakken. Wijken opknappen, wat dus in die probleemwijken gebeurt, is eigenlijk al iets wat de overheid al een hele tijd probeert te doen. En dat die vorm van stadsvernieuwing kan op verschillende manieren. Dat kan door de boel te renoveren, te saneren, slopen en complete nieuwe woningen bouwen. Dat kan door te renoveren, bestaande panden opknappen en een andere bestemming geven. Maar dat kan ook door te restaureren. Ik kom oorspronkelijk uit Meppel en ik heb dat even als voorbeeld gepakt. Een beetje vanuit mijn roots denken mag natuurlijk. Als we het hebben over de Rembrandtlaan, daar zat eerder Tielbeke. Daar zaten een soort van garage, auto's werden verkocht. Dat is een beetje in verval geraakt. Er is geen nieuwe bestemming gekomen. Er werd een plek voor hangjongeren. Graffiti en allerlei dingen die plaatsvonden waar mensen in die buurt geen zicht op hadden. Uiteindelijk is dat gesloopt en daar zijn appartementencomplexen met daaronder nieuwe voorzieningen, apotheek, een fysiotherapeut enzovoorts. Dus ze hebben het gesaneerd. Renoveren in Meppel, kijken naar de Weem. Dat was eerder oude bibliotheek met de auto's. Op een gegeven moment ging de bibliotheek naar een andere locatie toe. Moest een nieuwe invulling komen van het gebouw.
Daar is horeca en winkels is daar in terecht gekomen. En tevens heeft men de wijk, eigenlijk het plein, autovrij gemaakt om weer het winkelgenot te verbeteren. En dat wordt dan in paragraaf 5 uitgelegd, als je die al hebt bekeken. Renoveren, nieuwe bestemmingen geven, opknappen. Maar je hebt ook restaureren in Meppel. In de Kruisstraat staat stond een van de oudste panden van Meppel. Daar zat een speelgoedwinkel in. Dat is uiteindelijk helemaal in de hens gegaan. En dat is opnieuw opgebouwd, gerestaureerd in oude staat. Naast het saneren, renoveren, sloopwerk hier en daar, heb je ook herstructurering. Dan ga je kijken naar hoe kunnen we naast het opknappen ook zorgen dat doordat we de structuur veranderen, keer van open plekken, minder kronkelige straatjes, dat het overzichtelijk wordt voor iedereen in de wijk, eromheen, dat er weinig plekken zijn om je te verschuilen en dat noem je herstructureren. Want alles moet in teken staan om de sociale cohesie te verbeteren. En dat kan makkelijker, als we nu kijken naar de Belmen, dan in het oude systeem waarbij juist veel groenvoorziening aanwezig was, om te zorgen dat mensen die in die betonnen flats woonden, dat die, zodra ze naar buiten gingen, dat die in een soort van plek kwam waarbij veel groen was, hier en daar een bankje om te zitten. Maar dat zorgde allemaal voor plekken die niet zo goed bereikbaar waren. En tegen de avond dat daar juist hoekjes ontstonden waar het een en ander kon plaatsvinden, wat eigenlijk niet hoort en ook niet mag van justitie. Dus herstructureren. We gaan nu kijken naar de verschillende wijken, de bouwperiodes en hoe die steden of wijken eruit zien en wat daar op dit moment gaande is. 1870 en dan 1870 tot 1920, dat zijn wijken die pal tegen de binnenstad aan zijn. Vaak werden de muren geslecht en daardoor ontstond nieuwe ruimte om te gaan bouwen. Op dit moment zijn die wijken opgeknapt, worden gemoderniseerd. Er komt cv in, de gevels worden goed aangepakt, er komen voorzieningen. Want jonge, hoogopgeleide mensen komen daar naartoe. Het is relatief goedkoop voor in de stad wonen. Althans, het is wel duur, maar het is goedkoop. En het is aantrekkelijk omdat het vlakbij het stadscentrum is. Vaak een paar minuten lopen en je bent in het stadscentrum. Dus voor mensen die nog wat te beleven willen en niet te ver willen reizen, is dit aantrekkelijk. Het gevolg is gentrificatie. Want als de ene persoon zijn huis opknapt, gaat de andere persoon dat ook doen. En die ziet dat de gevels worden gestukt, dus dat doe ik ook. En nieuwe voegen enzovoort. En zo, door te kijken naar de buurman en door alles wat plaatsvindt, raakt zo'n wijk in de lift. Het gevolg is natuurlijk wel dat sommige mensen de wijk dat te duur wordt en die moeten vertrekken. Maar het is een soort van tijdelijk opleuken van die wijk doordat het hip wordt. En hier zijn een aantal voorbeelden van hoe dat eruit ziet in Nederland. De Pijp is daar een voorbeeld van. Erg in trek, ook vaak een restaurantje of een horecagelegenheid op de hoek, waarbij we, maakt niet uit welke dag, als de zon maar schijnt, daar natuurlijk iets organics kunnen gaan nuttigen, of een latte of wat dan ook. Als het maar een bijzondere naam heeft natuurlijk. En dat vindt dus plaats in dit soort wijken. Dan de tussenoorlogse wijken. Jaren 30 wordt ook vaak gezegd. Gevarieerde bouw. Lage bebouwingsdichtheid. Omdat er hier en daar een tuintje is. Een parkje is. Vaak ook voor gezinnen. Niet te veel, maar wel aanwezig. Beperkt groen. Het zijn ruime aantrekkelijke woningen en jonge gezinnen, of de gezinnen met jonge kinderen, trekken hier naartoe. Helpman in Groningen is hier een voorbeeld van, waarbij het wat ruimer is opgezet. En tuintje voor, tuintje achter, grote huizen, jaren 30 bouw. Dan in de oorlog was het even stil en daarna is de wederopbouw. En dat zijn de wijken met... dat zijn de probleemwijken. Want dat zijn huizen die in snel tempo gebouwd zijn.
Want er was een woningnood, een babyboom, dus het ging groeien. Kwam werkgelegenheid, rijtjeshuizen, woonflats werden allemaal gebouwd. Klein, goedkoop, weinig voorzieningen. Het ging erom dat mensen een woning konden krijgen. In dit soort wijken is de onveiligheid, al dan niet subjectief of objectief, niet zo aanwezig. Men voelt zich daar vaak onveilig. Vaak zitten hier de mensen met lagere inkomens. En dit zijn de type woningen die je vaak tegenkomt in dit soort wijken. Dus kleine rijtjeshuizen, galerijflats. Lelijk mag, ja, dat noem ik het, maar dat is natuurlijk subjectief. Een beetje betonachtige tegels. Maar kortom, leefbaarheid is niet aantrekkelijk om daar te gaan wonen. Althans, voor de grote groep. Dus die wijken worden aangepakt. Na 1970 zijn er verschillende wijken, verschillende bouwstijlen. Je moet denken aan, mensen kregen wat meer geld, dus men had ook meer ideeën, meer geld te besteden. Dus er ontstond van alles. De bloemkoolwijken kwamen er ruim, groen, veilig, althans het idee van veilig, de bloemkoolwijken. En eigenlijk moet je nu zorgen maken over deze wijken. De G32 met allerlei steden, die hebben als slogan ook, voorkomen is beter dan herstructureren. Want al die woonerfwijken die in de jaren 80 gebouwd zijn, die zijn nu een beetje aan het verpauperen. En die bloemkoolwijken, dat was altijd de hipste wijk van de stad. Daar gingen de jonge gezinnen naartoe. Nou, die jonge gezinnen zijn al lang niet meer jong, want die zijn allemaal al bezig studeren. En de wijk is een beetje in het verval, de voorzieningen trekken weg, gaan naar de andere nieuwe wijk toe. En daar moet er iets tegen komen. En daar is men zich van bewust. En men wil, voordat men moet herstructureren, wil men tot oplossingen komen. De sociale cohesie ontbreekt. En dat heb je niet alleen in arme wijken, maar ook in wat rijkere wijken. En toch zijn er een aantal redenen waarom dat komt. Hier zie je een kaartje van stijging van aantal allochtonen. Dat is negatief voor de leefbaarheid, scorende. Eensgezinswoningen, of eensgezins, mensen met gescheiden ouders en dan heb je een huishouden met één persoon, wordt vaak ook als negatief gezien. Twee persoons huishouden met kinderen is positief. Als het inkomen stijgt is vaak positief. Als er wat ouderen komen is positief. En dat is onderzocht door Fromm en dat is ongeveer gelijk gebleven hoe mensen daarover denken. Maar dat maakt dus uit wie naast je komt wonen, ook als je een koopwoning hebt, want dan kun je waarde van je woning kan erop achteruit gaan. Als we gaan kijken naar het percentage ontevreden bewoners in een buurt bij een toenemend aandeel allochtonen, dan zie je dat juist de autochtonen in toenemende mate ontevreden worden, terwijl de allochtonen juist zien van, er komen meer van meer gelijken, meer mensen in dezelfde situatie en die zien dat niet als bedreiging van de leefbaarheid. Als je het hebt over het percentage ontevreden bewoners van een buurt bij toenemend aantal eenpersoonshuishouden, dan zie je juist dat ook in de grote steden het percentage van ontevredenheid toeneemt, ook omdat daar scheidingen vaker voorkomen en eenoudergezinnen komt vaker voor in de Randstad, in de stad. Vaak wordt dat gezien als instabiel. Een moeder of een vader moet voor een heel gezin zorgen, gaat niet altijd even goed enzovoorts. Sociale cohesie, het woord is al een paar keer gevallen. Dat neemt toe waarbij als het inkomen, het beroep, opleiding hetzelfde is, dan voel je gelijken en dan trek je naar elkaar toe. Dat neemt ook toe als men zich verantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid. Dus zie je vuil op straat liggen voor jouw deur, raap het op, want dat zorgt ervoor dat de hele wijk er beter van wordt. En die gedachte, als die aanwezig is en iedereen heeft dat, dan heb je een hele andere wijk dan als iedereen het maar laat liggen.
Ook als mensen langer blijven, neemt de sociale cohesie toe, want dan ken je elkaar beter, dan heb je wat meegemaakt, dan weet je hoe het gaat in die wijk, dan weet je waar je moet zijn en bij wie, enzovoorts. En doordat netwerken ontstaan, als je bijvoorbeeld ergens lang bent of dat je elkaar verantwoordelijk, gaat de cohesie omhoog en heb je dus meer sociale controle. Dus als je elkaar kent, dan is de controle ook groter. Jij ziet Pietje van de buren, zie jij over straat lopen, die zie je iets doen. Hij ziet dat jij het ziet, hij weet, hey, papa, mama, die zijn bevriend met de buurvrouw, laat ik het maar niet doen. Want daar krijg ik hommels van, dus die sloopt bijvoorbeeld niet de meterkast op de hoek van de straat. Ik noem maar iets, gewoon sociale controle. Bedreiging in verschillende wijken en de mate daarvan, overlast, objectieve onveiligheid en subjectieve onveiligheid. En dan is het voornamelijk in de Randstad en ook in de halfwegzone in het stedelijk gebied is dat aanwezig, maar... ook in gebieden waar veel arbeiders van oudsher zitten, van de industrie, en waar nu dus veel werkeloosheid heerst. We gaan ze even allemaal bij langs. Overlast, we kunnen ze allemaal wel noemen, het gaat meer om een beeldvormen, van vandalisme tot en met diefstal, mishandeling en vernieling. Neem het in je op, dit draagt allemaal bij aan overlast en aan onveiligheid. Andere objectieve vormen van veiligheid is dus feiten. Als we gaan kijken naar Den Haag, aantal inbraken in een wijk, dat zijn gewoon feiten. Dat scheelt per wijk en zelfs wijken die aan elkaar zitten enorm. Maar ook als je Overijssel bekijkt, Berkum wordt toch gezien als een van de betere wijken aan de rand van Zwolle. Ja, je gaat langs het PEC-stadion, ga je richting Berkum en daar heb je... vaak twee onder één kap, niks van flats of wat dan ook, iedereen een tuintje erbij, kerk in het midden van, van het dorpje. En heel veel mensen zijn het slachtoffer van inbraak. Juist omdat de subjectieve veiligheid dusdanig is dat mensen zich veilig voelen. Dus de deur gaat niet op slot, fiets wordt niet op slot gezet voor de deur. Maar als je het objectief gaat bekijken, is het een plek waar ontzettend veel criminaliteit plaatsvindt. Dus het is maar net ook hoe je naar een wijk gaat kijken, maar op basis van feiten. En subjectief is dus het tegenovergestelde van objectief, niet op basis van feiten, maar hoe mensen erover denken. Je kunt zeggen, als je een politie ziet rondlopen, voel ons veilig. Maar het kan ook zijn, wat moet die man hier? Is die soms onveilig? Dus... alles op basis van perceptie. En als je dit ziet, moet je altijd oppassen, want dan is het dus een hele gevaarlijke buurt, want waarom zou je anders moeten waken? Veel speelplekken open maakt het voor je gevoel veiliger, maar ja, het zijn dezelfde kinderen. En dat ene onderste fotootje met zo'n van die spiegeltjes, ik ben even de naam kwijt hoe dat heet, maar heel veel bejaarden zitten dan in hun stoel en dan kunnen ze... links de straat in kijken en via de spiegel kunnen ze rechts de straat in kijken. En zo houden ze overzicht en zien ze de hele dag wat er gebeurt. En dit zijn ook de mensen waarbij politie, als ze dat zien, even naar boven gaan van heeft u iets gezien? En vaak hebben ze dat dan ook. En subjectieve veiligheid of onveiligheid. Het aanleggen van een Johan Cruijff-koord draagt niet per definitie aan de veiligheid. Men komt daar wel om te sporten. Maar dan moet het ook wel door de juiste personen in gebruik genomen worden. In gebruik worden genomen. Want organiseer eerst maar eens een voetbalwedstrijd met de buurt en zorg dat kinderen uit de buurt van jong tot oud daar kunnen spelen. Want je kunt wel heel leuk een speeltuintje aanleggen, maar als de verkeerde doelgroep zich daar gaat nestelen, hangjongeren enzovoort, dan draagt dat niet bij aan de veiligheid. Het verbeteren van de leefbaarheid betekent verbeteren van sociale cohesie. Want doordat je de sociale netwerken verbetert, gaan mensen met elkaar om, voelen zich verantwoordelijk en daardoor ontstaat een betere sociale cohesie en dus gaat de leefbaarheid er in ieder geval subjectief op vooruit, waardoor er objectief ook
verbetering zal plaatsvinden. Is de theorie, vaak werkt het ook zo, vaak ook tijdelijk, soms ook helemaal niet. Soms slaan ze de plank mis met herstructurering of proberen voor integratie. Daar moeten we ook naar kijken. Alleen het is heel dynamisch in elke stad, elke wijk reageert anders. Maar dat is wel waar men als overheid, als gemeente mee bezig is om de sociale cohesie te verbeteren en de wijken een boost te geven. Einde van het hoofdstuk. Als het goed is heb je in ieder geval antwoord gekregen op de vragen die hier staan. Mocht dat niet zo zijn, scroll even terug in de tijdlijn en bekijk het opnieuw. Meld je ook aan op mijn YouTube kanaal, zodat je op de hoogte blijft van alle andere podcasts die ik over het examen of over aardrijkskunde zal posten. En dan wens ik je heel veel succes met het leren.